Hoi Hoepa, hoi Olet. Wachten jullie tot de bus van Bip eraan komt? Oh, wat is er, Olet? Is de bus te laat? Waar zou Bip kunnen zijn? Bip! Bip! Wakker worden! Was je vergeten dat jij de bus moet besturen vandaag? Nou, dan zou ik maar voortmaken. Je passagiers staan te wachten. Daar komt de bus aan, jongens. De bus van Bip heeft ruimte voor 8 mensen. Help jij Bip meetellen hoeveel passagiers hij heeft? Daar gaan we. Hoepa zit in de bus. Dat is 1. En Olet is nummer 2. Dus Bip heeft nu 2 passagiers. Oké, naar de volgende halte, Bip. Hier staan nog wat passagiers op de bus te wachten. Laten we Bips passagiers blijven tellen. Nu zijn het er 3, 4, 5 en daar is nummer 6. Er zitten nu dus 6 passagiers in de bus van Bip. Eerst zaten er 2 passagiers in de bus. Toen kwamen er 4 passagiers bij. En als je 2 en 4 bij elkaar optelt, dan is dat 6. Ga maar weer rijden, Bip. Bij deze halte staat niemand te wachten om in te stappen. Maar misschien stapt er iemand uit. Aha, dit is de halte van Hoepa. Hij gaat naar zijn werk. Oké, allemaal. Zullen we tellen hoeveel passagiers er nog zijn nu Hoepa is uitgestapt? Er zaten 6 passagiers in de bus, maar eentje is er uitgestapt. Weten jullie hoeveel er nu nog in de bus zitten? Ja, precies. 5. Er zitten nog 5 passagiers in de bus. Goed gedaan. Naar de volgende halte, Bip. Daar is Moe met haar kippen. Hoi, Moe. Gaan jullie met de bus naar de boerenmarkt? Oh, Bip, er is een probleempje. Er zijn te weinig stoelen voor iedereen. Er is maar ruimte voor 8 passagiers. Ah, volgens mij heeft Bip een idee. Super! Nu kan Moe naar de boerenmarkt en al haar kippen ook. Hoi, Bip. En? Waar ga je nu stoppen? Bip? Bip? Misschien is een koptelefoon dragen terwijl je rijdt niet zo'n goed idee. Oh, pas op, Bip. Het stoplicht staat op rood. Bip, stop! Oh, precies op tijd. Je reed bijna door het rode licht. Zullen we de verkeersregels maar even doornemen, Bip? Oké, laten we naar de kleuren van het stoplicht kijken en bespreken wat ze betekenen. Als het licht groen is, dan mag je doorrijden. Groen. Gaan. Brrr. Als het licht op oranje staat, betekent dat opletten. Het licht springt zo op rood. Oranje. Staat het licht op rood? Dat betekent dat je moet stoppen. Rood. Stop. Precies, Toto. Helpen jullie Bip onthouden wat de kleuren van het stoplicht betekenen? Let op de stoplichten en roep dan samen met mij stop als het licht rood is. Opletten als het licht oranje is. En is het licht groen? Dan roepen we... Rijden! Precies, doorrijden! Dus, welke kleur heeft dit stoplicht nu? Groen, groen! Inderdaad, het staat op groen. En groen betekent... doorrijden! Oké, allemaal. Als je een stoplicht ziet, kijk dan welke kleur het heeft en roep dan stop, opletten of doorrijden. Goed, welk
Welke kleur heeft dit stoplicht? Rood. Dat klopt, rood. En rood betekent... Stop! Goed gedaan, Wim. Wow, wat was dat? Oh nee, Ziggy. Je stopte niet voor het rode licht. Je botste bijna op Moe en haar kippen. Weet je dan niet dat een rood licht wil zeggen... Stop! Oké, Bip. Het stoplicht staat weer op groen. Je kunt verder rijden. Laten we kijken of er nog meer stoplichten zijn. Daar is er één. Welke kleur heeft dit stoplicht? Oranje! Heel goed! Het is oranje. En dat betekent... Opletten! Goed zo, Bip. Net op tijd gestopt voor de zebra. We zagen je bijna niet, meneer zebra. Super! Nu weet je precies wat alle kleuren van het stoplicht betekenen. Hoi, Bip. Waar ga je vandaag naartoe? Oh, ik zie het al. Je brengt Richie naar de schaakclub. Huh? Dit is niet de halte van Richie's schaakclub. Waarom stop je midden op straat, Pip? Oh, ik zie het al. Er staat een file. Al het verkeer staat helemaal vast. Richie is bang dat hij te laat bij de schaakclub aankomt. Maak je geen zorgen, Richie. Wij gaan uitzoeken waarom het verkeer vaststaat. Hoe zou dat komen? Het komt door iets wat geel is. Banaantje! Volgens mij is het geen banaantje, Toto. Oh, kijk, daar is Moe. Zij staat ook in de file. Maak je niet druk. We gaan zo weer rijden. Hoi, Olet. Wat een file, hè? Dus daarom staat er zo'n lange file. Het komt door Hoopa's bulldozer. Hij is in slaap gevallen achter het stuur en rijdt niet meer verder. Hoopa! Hey Hoopa! Tijd om wakker te worden! Pip zoekt iets om Hoopa wakker te maken, zodat hij zijn bulldozer kan verplaatsen. Helpen jullie Pip te beslissen hoe hij Hoopa het beste wakker kan maken? Oké. Wat in de bus kunnen we gebruiken om Hoopa wakker te maken? Zullen we de koplampen aandoen? Of de ruitenwissers? Ouch. Of de toeter van de bus? Of de radio? Oké, waarmee kunnen we Hoopa het beste wakker maken? Met de koplampen, de ruitenwissers, met de toeter of met de radio? Toeter. Precies, met de toeter. Daar gaat hij. Ik tel tot drie en dan roepen we toet toet. Kunnen jullie dat? 1, 2, 3. Hoi daar, Hoopa. Je blokkeert de weg met je bulldozer. Kun je hem verplaatsen? Oh, bedankt, Hoopa. Hoera! De weg is weer helemaal vrij. Rijden maar, Bip. Goed gedaan, Bip. Richie is nog op tijd voor de schaakclub. Hoi, Bip. Waar ga je vandaag naartoe? Oh, ik zie het al. Je brengt Olet naar haar basketbalwedstrijd. Dus je rijdt naar het basketbalveld in het Pandastad Park. Wow! Wat is er aan de hand, Pip? Zijn we er al? Oh nee! Verderop zijn ze aan de weg aan het werken. Op deze manier komen we niet bij het park. Goed idee, Bip. Je probeert een nieuwe route te vinden. Even kijken.
De bus is hier. En het Pandastadpark is daar. We kunnen niet door de straat die rechtdoor gaat. Dus moeten we op een andere manier naar het park. Kijk, Pip. De kaart laat je een nieuwe route zien. Zo te zien moet je eerst over de brug. Oké, helpen jullie Pip met de nieuwe route? Goed. Moeten we naar links of naar rechts om over de brug te gaan? Ja, klopt als een bus. We moeten naar rechts. Alweer een kruising. Zullen we op de kaart kijken om te zien welke kant we op moeten? Aha, zo te zien moeten we nu langs de vuurtoren van Pandastad Strand rijden. Moeten we dan naar links of naar rechts om langs de vuurtoren te rijden? Ja, dat klopt. We moeten links afslaan. Oh, volgens de kaart moeten we nu het spoor oversteken. Goed, moeten we nu naar links, naar rechts of rechtdoor om het spoor over te steken? Heel goed, we moeten rechtdoor rijden. Oh, wacht even. Er komt een trein aan. We moeten wachten tot die voorbij is. Zullen we zwaaien naar de passagiers? Haha, hallo. Rijden maar, Bip. We zijn er bijna. We moeten alleen nog door de tunnel en dan zijn we bij het park. Daar gaan we. Wauw, wat is het donker zeg. Je kunt beter je licht aandoen, Bip. Ja, goed gedaan, Bip. Olet is op tijd bij het park voor haar wedstrijd. Olet, ben je niet iets vergeten? Je was je basketbal vergeten. Hoi, Bip. Je bus is leeg. Je bent zeker bijna klaar vandaag. Ben je op weg naar huis? Nog maar één halte bij de kermis van Pandastad. En daarna kun je naar huis. Wauw, er staan een hoop passagiers die ook naar huis willen. Kom op, Pip. Je moet nog even door. Nog één busritje en dan kan je naar huis. Ik weet iets waardoor het leuker wordt, Pip. Door muziek. Zet de radio maar aan. Stap allemaal in de bus van Pip. Dan gaan we rijden. Daar gaan we. Back on the road, a passenger load. My friends and faces and places I go. It's my bus. For all of us. Stop number one, go and have fun, goodbye. Yeah! Oh, we're back on the road, a passenger load, driving through the country and the places I know. Stop number two, it's for you, goodbye. Duh! Riding through Panda City, oh, you sure look good to me. The people, they look so friendly. Here we are now at stop number three. Feels like I'm almost home. One more stop to go. Oh no, oh no, oh no. It's gone to E, and that E means it's empty. Push and shove. Phew, what a long day it's been. That bus, fill it up, right to the top, to the top. Hurrying up, going to the number four stop. Yeah! Oh, we're back on the road, a passenger load. My friends and faces and places I go. It's my bus, it's for all of us. Stop number four, there are no more goodbyes.
been a long day. I'm parking my bus. I won't complain or make a fuss. But I'm going home. Yeah. Goodbye. Whew. Wow, Bip. Dat was een hele lange dag. Maar je hebt iedereen weer veilig thuisgebracht, Pip. Maar hoe kom jij nu thuis? Jij! De voorjaarsschoonmaak van Pip. Hallo daar, Pip. Heb je plannen om ergens heen te gaan of iemand te bezoeken? Zo te zien gaat Pip helemaal op in zijn spelletje. Moet je de deur niet even open doen, Pip? Oh, het is Olet. Hoi, Olet. Ik dacht dat je ging trainen voor de basketbalwedstrijd van morgen. Oh, ik snap het al. Je hebt je basketbal aan Pip uitgeleend. Oh, kijk. De deur is al open. Gaat het goed, Olet? Bip, Olet heeft zich net bijna bezeerd omdat je huis zo'n rommeltje is. En hoe wil je haar basketbal vinden tussen al die troep? Denk jij hetzelfde als ik denk, Olet? Het is tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak. Maak je geen zorgen, Bip. We maken er iets leuks van. We beginnen met het speelgoed in je kamer op te ruimen. Helpen jullie, Bip, het speelgoed te vinden dat in de speelgoedkist moet? Zien jullie het rode raceautootje? Goed zo! En hebben jullie de groene dino al gezien? Goed gedaan! Zien jullie de blauwe robot? Super! En probeer nu de gele tractor te vinden. Goed zo! We hoeven nog maar één stuk speelgoed te vinden. Zien jullie de paarse prinses? Goed gedaan allemaal! Nu is al het speelgoed van Bip opgeruimd. Zie je, Bip? Als je opruimt, kom je verborgen schatten tegen. Hoi, Olet. Heb je je basketbal al gevonden? Maak je geen zorgen. Als Bip en jij doorgaan met schoonmaken, kom je hem vast wel tegen. Wow, Bip. Wat een enorme vuilniszak is dat. Pas op. Oh, is alles in orde, Bip? Je kunt al dat afval maar beter opruimen voordat het wegwaait. Wat zeg je, Olet? Oh, kijk. Hier staat hoe je je afval moet recyclen. Super! Dus, papier moet in de blauwe bak. Plastic moet in de gele bak. En glas moet in de groene bak. Hey, Bip. Tijd voor een nieuw spelletje. Laten we gaan kijken in welke bak je je afval moet gooien. Weten jullie nog welke bak Bip ook alweer moet gebruiken? Een oude krant. Oké, eens even kijken. In welke bak moet Bip het papier gooien? Precies! De blauwe bak is de bak voor papier. Even kijken. Waar is die fles van gemaakt? Is die van plastic of van glas? Dat is zonder twijfel een plastic fles. Dus in welke bak moeten de plastic flessen? Ja, heel goed. De gele bak is voor plastic. Voorzichtig daarmee, Bip. Je moet oppassen met gebroken glas. Dat kan heel erg scherp zijn. Goed, welke bak was voor glas? Ja, de groene bak. Daar moet het glas in. Nu zit al je afval in de juiste bak. Super gedaan! Hoi, Bip. Heb je Olet's basketbal al gevonden? Heb je al in de kast gekeken? Wow! Bip, volgens mij is het tijd om de was te doen. Inderdaad, Olet. Je kunt niet alle vuile was bij elkaar doen. Je moet de witte was, de gekleurde was en de zwarte was apart houden. Misschien kunnen jullie Bip helpen om zijn vuile was te sorteren.
goed. De witte was gaat in het linkermandje. De gekleurde was gaat in het middelste mandje. En de zwarte was gaat in het rechtermandje. Is dat shirtje wit, zwart of gekleurd? Gekleurd! Precies! Het is gekleurd! Dus, in welke mand moet het shirtje? Het moet in het middelste mandje. Raak! Ja! Waar moet deze in? Die moet op de zwarte stapel. Mik op het mandje rechts, Bip. Oh, wacht even, Bip. Heb je de zakken al gecontroleerd? Raak! Wow! En waar moeten die in? Die moeten op de witte stapel. Mik maar op het mandje links, Bip. Super! En dan gaan we nu de was doen. Opstaan, Bip. Terwijl je was aan het drogen is, moet er nog een hele hoop schoongemaakt worden. En je hebt Olet's basketbal nog steeds niet gevonden. Hoi, Bip. Hoi, Olet. Heb je je basketbal al teruggevonden, Olet? Maak je maar geen zorgen. Als je doorgaat met schoonmaken, kom je die vast ergens tegen. Goed, jullie hebben een dweil en een emmer heet water met zeep. Jullie zijn klaar om de keuken schoon te maken. Wat een teamwork, jongens! Ik denk dat je iets anders nodig hebt om die vlek weg te krijgen. Aha, volgens mij heeft Bip een idee. Ieuw, Bip, met dat vuile servies wordt je vloer niet schoon. Oh, ik zie het al. Er staat iets achter al dat vuile servies. Kunnen jullie raden wat het is? Bah! Oh, Bip, dat kun je maar beter weggooien. Hé, daar is het rubberen eendje van Moe. Daar was ze al naar op zoek. Ik vraag me af wat dat is. Zien jullie het al? Oh, nu zie ik het. Het is een spons. Daarmee kun je goed de vlek op de vloer verwijderen. Wauw, je vloer is nu super glimmend, Bip. Olet kan zichzelf erin zien. Wow, wacht heel even, Bip. Je moet al dat vuile servies nog afwassen. Hoi, Bip. Hoi, Olet. Oh, wat is er, Bip? Heb je er genoeg van om op te ruimen? Nou, je moet nog even doorgaan. Je hebt nog steeds Olet's basketbal niet gevonden. Maak je niet druk, Bip. Ik weet iets waarmee het heel leuk wordt. Met muziek. Hey allemaal, doe maar mee. Er moet opgeruimd worden. Ja. We got a job to be done. Let's make a start number one. Sweep with the broom all around the room. Clearing and cleaning is fun. We got a job to get through. Let's do it. Let's make a start number two. Washing the floor. Was het waard? Jammer dat je je basketbal niet hebt gevonden, Olet. Maar dat geeft niet. Misschien komt hij nog wel tevoorschijn. Huh? Haha! Oh, moet je nou eens kijken. Je basketbal lag helemaal niet bij Bip thuis. Hij lag al die tijd gewoon in je auto. Jee! Bas Garage. Hé, hey,
Daar is Hoepa. Hallo, Hoepa. Daar zul je Bip hebben. Uh-oh, Bip. Je kart moet duidelijk gerepareerd worden. Oeps. Er moet denk ik meer gebeuren dan een simpele reparatie. Maak je geen zorgen, Hoepa. Waarom bouw je geen nieuwe racekart voor Bip? Wij gaan je helpen. Ja. We gaan aan de slag. Eerst heeft Hoepa iets nodig voor de basis van de kart. Wat kan hij gebruiken? Volgens mij heeft Hoepa een idee. Ligt wat je zoekt achter die banden, Hoepa? Kunnen jullie raden wat er achter die banden ligt? Wat zou het kunnen zijn? Een reddingsvest. Dat heeft Bip denk ik niet nodig voor onderweg. Oeps. Neem me niet kwalijk, meneer Muis. Oh, ik zie het al. Het is een kano. Maar Hoepa, Bip wil rijden op een weg. Niet drijven op het water. Huh? Wauw, goed gedaan, Hoepa. De kano is perfect voor Bips nieuwe kart. Hallo daar, Hoepa. De nieuwe kart van Bip ziet er goed uit, Hoepa. Ben je al bijna klaar? Oho, ik zie het. Zijn dat de onderdelen die je nodig hebt om het af te maken? Eens even kijken wat je nodig hebt. 4 grote racewielen. 2 kleine koplampen. En 1 groot stuur. Oké, we gaan aan de slag. Wauw, wat heb jij veel spullen in je opslagruimte, Hoepa. Helpen jullie Hoepa om de juiste onderdelen te vinden? Eens even kijken. Zien jullie de 4 grote wielen? Hoepa, dat is een kleine band. Je zoekt toch grote banden? Ah, daar zijn ze. 1, 2, 3, 4. 4 grote banden. Nu zoeken we 2 kleine koplampen. Zien jullie ze? Daar is er 1. En daar is er nog 1. 2 kleine koplampen. We zoeken nog 1 onderdeel. Hebben jullie het grote stuur al gezien? Nee, niet dat stuur, Hoepa. Dat is te klein. Ja, daar is het. Daar is het grote stuur. Nu heeft Hoepa alle onderdelen die hij nodig heeft voor de nieuwe racekaart van Bip. Wauw, Hoepa. De kaart van Bip ziet er super uit. Hallo daar, Hoepa. De nieuwe kaart van Bip ziet er super uit, Hoepa. Ga je er een testritje mee maken? Hoepa, moet de kart niet vooruit gaan in plaats van naar beneden? Uh-oh, de banden zijn plat. Je zult ze moeten oppompen met lucht, Hoepa. Hoepa is op zoek naar iets waarmee hij de banden kan oppompen. Kun jij Hoepa helpen een apparaat te vinden waarmee hij de banden kan oppompen? Eens kijken wat Hoepa kan gebruiken. Een rietje? Een ventilator? Wow! Een pomp? Of een rubberen eendje? Goed, welke van deze voorwerpen kan Hoepa gebruiken om de banden met lucht te vullen? Eendje! Nee, Toto, niet het rubberen eendje. Ja, inderdaad, het is de pomp. Vooruit, Hoepa. Pomp al die platte banden maar op. Goed bezig, Hoepa. Nu kun je er een testrietje mee maken. Wauw. Hallo daar, Hoepa. Wat heb je daar? Oh, ik zie het al. Bip heeft getekend hoe hij wil dat zijn racekart eruit gaat zien. Oké, dan kunnen we beter wat verf gaan pakken. Even kijken welke kleuren we nodig hebben. Eerst hebben we gele verf nodig. Daar staat het. En we zoeken ook naar de kleur paars. Wat is er, Hoepa?
Heb je geen paarse verf? Geen probleem, Hoepa. We kunnen zelf paarse verf maken. Jazeker, we kunnen een nieuwe kleur maken door twee andere kleuren te mengen. We nemen de kleur rood. En welke kleur zullen we mengen met rood om de kleur paars te maken? De kleur... blauw. Goed, meng ze maar door elkaar. Voorzichtig, Hoepa. Niet morsen. Kijk eens aan. Door rood te mengen met blauw krijg je de kleur paars. Goed gedaan. Oké, welke kleur hebben we nog meer nodig voor de racekart van Bip? Oh, ik zie het al. We hebben ook de kleur oranje nodig. Is er geen oranje verf? Dat geeft niet. Die maken we gewoon. Eerst nemen we wat gele verf. En dan, om oranje te maken, hebben we nog een kleur nodig. Weten jullie welke kleur dat is? Die kleur is... eens even kijken. Rood! En meng hem maar. Inderdaad, als je geel met rood mengt, krijg je de kleur oranje. Nu hebben we alle kleuren die we nodig hebben voor de racekart van Bip. Wauw, moet je zien. Dat heb je heel mooi geverfd, Hoepa. Bip vindt zijn nieuwe kart geweldig, Hoepa. Goed gedaan. Hallo daar, Hoepa. Hoepa, weet je niet dat vandaag de race is? Ik zou maar opschieten, anders mis je hem nog. Here we go, guys. It's racing time. On your marks, are you ready? Get set. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Watch this dynamo. Het was geweldig om Bip de race te zien winnen. Vond je ook niet, Toto? Ja! Bedankt dat jullie Hoepa hebben geholpen om de kart van Bip te bouwen. Tot de volgende keer. Tot ziens. Dag! Ja! Olet schiet te hulp. Hoi, Bip. Hoi, Meemee. Wauw, wat een super trucjes, Bip. Oh, kijk uit, eekhoorntje. Wow. Pas op, Bip. Auw, Bip, is alles in orde? Oh, het lijkt erop dat Bip zich bezeerd heeft. Maak je geen zorgen, Meemee. Je hoeft alleen maar Olet te bellen en dan komt zij jullie helpen. Olet, Meemee belt je. Het gaat om een noodgeval. Pip heeft een ongelukje gehad in het park. Je moet er zo snel mogelijk naartoe. Haast je, Olet. Oh, daar is Olet om je te helpen. Het lijkt erop dat Pip iets gebroken heeft. Je moet hem naar het ziekenhuis brengen, Olet. Maak je geen zorgen, Meemee. Je kunt straks bij Bip op bezoek in het ziekenhuis. En ondertussen kun je op zijn skateboard letten. Moest je een röntgenfoto maken om te zien wat er aan de hand was? Oh, ik zie het al. Op die foto zie je Bips been voordat hij gevallen was. En op die andere zie je hoe zijn been er nu uitziet. Nu hoef je alleen nog te kijken welk bot er gebroken is, zodat je er gips omheen kunt doen. Zullen wij je helpen het gebroken botje te vinden? Maak je geen zorgen, Olet. Het is dokter Panda Toto-tijd.
Wij helpen je wel. Helpen jullie Olet te zien welke band er gebroken is? Super! We gaan even kijken. Oké, we kijken eerst naar de röntgenfoto van Bibs' been voordat hij viel in het park. Dus het voetbeen zit vast aan het scheenbeen en het scheenbeen zit weer vast aan zijn knie en zijn knie zit vast aan zijn dijbeen. En hier is de röntgenfoto van na zijn val. Zien jullie het verschil tussen de eerste en de tweede röntgenfoto? Heel goed, ja! Kunnen jullie je nog herinneren hoe dat bot heet? Bib heeft zijn scheenbeen gebroken. Super! Nu er gips omheen zit, zal Bibs' been snel genezen. Goed gedaan, Olet! Wow, pas op, Meemee! We willen niet dat er nog meer botten breken. Ah, maak je geen zorgen, Bib. Je been is vast snel weer beter. Wauw, moet je zien! Nu heb jij het coolste gips van het hele ziekenhuis. Bib laat zich niet afremmen door zijn gebroken been, zo te zien. Tot ziens allemaal! De uitvindingen van Hoopa. Hallo daar, Hoopa. Heb je weer aan je Hoopatron gesleuteld? Wat kan hij nu doen? Dat lijkt wel een snelheidsmeter. Die geeft je snelheid aan. Hoe hoger het getal, hoe sneller je gaat. Wauw! Door je Hoopatron gaat die slak supersnel. Kan de Hoopatron dingen ook langzamer maken? Volgens mij wil die slak nooit meer langzaam gaan, Hoopa. Oh, kijk! Er wordt een pizza bezorgd. Wat is er, Hoopa? Is hij koud geworden? Maak je geen zorgen, Hoopa. Bib gaat wel een verse, warme pizza voor je halen. Hey Bib, wil je dat Hoopa je supersnel maakt met zijn Hoopatron? Oké, daar gaat hij. Hoe voel je je, Bib? Wauw, dat was echt supersnel. Er wil nog iemand een pizza bestellen. Ziggy wil ook pizza. Ik weet niet of je die snelheidsmachine nog eens moet gebruiken, Bib. Want anders word je misschien te snel. Misschien moeten we Bib volgen om te zien of hij niet in 7 sloten tegelijk loopt, Hoopa. Pas op, Ziggy. Daar is Bib met de bestelde pizza. Oh nee, Bib kan niet stoppen. Hoopa, jij en Ziggy moeten achter hem aanrijden in Ziggy's auto. Achter die pizza aan. Hoopa en Ziggy moeten bij Bib zien te komen. Bib's snelheid is 80 en Ziggy rijdt 50. Wie van de twee is er sneller? Bib, Bib. Precies, Bib. Want 80 is meer dan 50. Dus Ziggy moet sneller rijden om bij Bib te komen. Gas geven, Ziggy. Ziggy's snelheid is nu 100. Wie is er nu sneller? Ziggy, ja, ja. Dat klopt. Snel, jongens. Gebruik Hoopa's Hoopatron om Bib af te remmen. Super. Jij hebt je portiesnelheid wel gehad vandaag, hè, Bib? Is hij nog warm, Ziggy? En vergeet niet, het is het beste om je maaltijd langzaam op te eten.